Yo mensen, je raskeren, welkom bij aflevering nummer 2 van de Road to Life KAM Strike in de game mode Cranked. We spelen vandaag met de SC 2010 en natuurlijk upload ik deze aflevering, want de vorige aflevering, aflevering nummer 1, de 1900 likes had gehaald. En dat is een double kill. Oh shit! En dat is alweer een triple kill. Nice. In deze serie moeten wij natuurlijk een camp strike halen in de game mode Cranked. En oh, alsjeblieft, ga niet campen. Er staat er een achter die ton daar, oh. En mijn teammates die letten allemaal niet echt heel erg lekker op, maar dat kan gebeuren natuurlijk. Als ik maar wel oplet, dan vind ik alles best. Jump shot, oh my god. Wow, zo kan ik toch nooit de camps eruit halen. Ze komen met z'n 20 aarden, kijk dat teammate. Oh my god. Kat. Alsjeblieft, staat er hier ergens nog een. Fuck. Ja, hij zit daar. Nice, wat? Oh, hij ging niet dood, man, oké. Wat ik nu weet is dat we een irritant kut team hebben. We moeten de camps eruit halen in deze game mode. En gewoon het allereerste game dat ik speel, upload natuurlijk. Dus ook al is die heel erg slecht, ook al haal ik maar een 3-streak. We moeten gewoon die campstrike halen. En alsjeblieft, ik kom gewoon niet weg hier. Kijk dan, ik span net naast mensen, man. Kijk dan, stop er nou mee. Er komt er zelf nog een aan. Wat, jongens? Wat? Holy fuck. Holy shit, die hel. Oh my god, wat? Holy shit. We're losing this fight. Ja, dat vind je het logisch, man. Holy shit, ouwe. Ik ben serieus nog nooit zoveel enemies in zo'n korte tijd tegengekomen. Dit is niet normaal, jongen. Ik ga even iets rustiger spelen hier, hoor. Spijt me zeer, maar het moet wel, jongen. Want die enemies rennen met z'n allen, maar ook echt met z'n allen bij elkaar. Teammate, je bent de beste ooit, jongen. Oh my god. Dit is niet meer gezond, hoor. Hoeveel mensen er hier bij elkaar lopen. Ik moet even cranked worden, dus even wachten tot ik de eerste kill kan... Uh-oh. Pakken en naast me. Nog één naast me. Jongens, dit... Wat?! Ik snap dit game niet. Spijt me zeer, jongens. Spijt me zeer. Ik heb 16 kills, hè. Ik heb gewoon 16 kills incranked. En alsnog staan we zo ver achter. Dat is niet normaal. En ik weet dus niet wat mijn team aan het doen is. Trint hier ook. Ja, die komt op mijn kop. Ik ga hier liggen. Misschien raakt hij me niet. Raakt me niet! Oh, kut. Nu moet ik spot verraden. Dat bedoel ik. Kut, komt er nog één. Oh, scheidshond! Scheidhond. IMS. We verliezen dit game zo hard. Ik ben de enige die nog kills heb gemaakt. Ik ben gewoon... Wauw. Wauw, teammates. Jullie zijn serieus de bom. Jullie zijn serieus de beste, joh. Holy shit. Wat? Kijk hoe ver we achter staan, hè. En ik heb gewoon 24 kills te binnen nu op dit moment. Nu 25. En we verliezen alsnog dat potje echt heel, maar dan ook echt heel erg hard. Dus dat zegt wel in wat voor team ik zit. En daar ben ik nou niet zo blij mee. Oh shit. Kom dan. Ik laat hem komen, hoor. Ik ga niet op hem af. Het potje is toch al bijna afgelopen. Zometeen is mijn timer afgelopen. Ik moet wel. Oh, weer zie je. Weer met z'n tweeën. Dit is serieus. Het kutste game ooit. Ik heb 25 kills. En we hebben gewoon het potje dik verloren. Kijk mijn team. Beste team ooit, ik zweer het je. 1-17. Hoe kan je 1-17 staan? Hoe kan je überhaupt 17 deaths halen? Oh my god. Ik ben de enige die wat heb gekild. Nou, mensen, dit was game nummer 1. Ik kan er niks aan doen als dit soort potjes natuurlijk gebeuren. Ik kon niks. Ik kon helemaal niks. Maar alsnog 25 kills gehaald. Niet de campstrike natuurlijk. Maar we gaan game nummer 2 erachteraan spelen. Omdat de vorige video de 1500 likes had behaald. Dus tot en met game nummer 2. Oh, dat team, jongen. Holy fucking hell. Ik ga snel die game leaven. Want ik ga daar echt niet in blijven. Oh, dan kom ik zo meteen weer bij. Oké, kom maar op, Fright. Ah. Alright boys, welkom bij game nummer 2. We spelen nu op de Mod Fright en ik ben even snel een andere room gejoined, want ik ga er echt niet in blijven, hoor. Als een teammate 1-17 staat in crank, nou, dan heb je automatisch het potje verloren. Maakt niet uit of jij 40 kills haalt in een game, je hebt automatisch gewoon het potje verloren. Maar, we spelen nu op de Mod Fright, zelfde wapen, zelfde class. En we gaan even kijken of we nu wel die enemies goed kunnen killen. Ik loop altijd standaard over deze kant van de map, want ze staan altijd daar meteen. Kijk, dat bedoel ik dus. Altijd als je hem op Fright speelt, let erop dat ze dus aan die kant van de map spannen. En ga dus altijd hier even wachten, want dan kan je ze meteen oppakken namelijk. Als ze naar je toe komen. Kut, onder me. Als ze naar je toe komen lopen. Kut, komt er nog aan. Teammate, heb je hem? Dankjewel. Oh shit, die heb ik. Weg hier. Nu even een stukje achteruit. Ik ga het even iets rustiger spelen dit game. Vorige game ging namelijk echt veel te snel voor mij. En dan kan ik het zelf ook niet meer helemaal bijhouden. Dus even iets rustiger spelen. Nu, ik weet dat ze een sniper ergens hebben gelokaliseerd. En ik weet niet of dat die sniper is. Wacht even hoor. Ik wil even die vent killen die daar op die container zit.
Althans. Kut. Achter ons teammate. Assist counter skill, nice. We spelen het even wat rustiger uit vandaag. Althans, dit game. Want... Achter ons. Ik heb namelijk geen flauw idee hoe die enemies precies spelen. Hij is hier naar beneden geflikkerd. Hij is naar beneden. Ja, ik zei het. Ik had het gezegd. Ik zei het, maar ik zei het net te laat, jongen. Ik hoorde hem naar beneden vallen. Maar ja, dan ben je al te laat. Want dan is hij alweer een half kilometer ver weg. Kut. Ik ben al singeld. Oh. Jammer, maat. Er liep er hier nog, hè, jongens? Ja, lekker. Top. Top gedaan. We hebben specialist bonus. Dan kunnen we lekker snel alles killen natuurlijk. En dat is een camper. Ik ben even goed aan het concentreren nu, want het staat 9-0. Oh, dankjewel, teammate. We're moving along the train tracks. Dan ga ik even hierboven zitten. Dan lopen ze namelijk daar. Kijk, dat bedoel ik. Je hoort dat ze omroepen natuurlijk in dit spel. Waar ze staan. Dus let daar altijd goed op. En iemand heeft hier een hond ingeroepen. Kijk uit, teammate. Ah, ik hoorde hem die hond inroepen, man. Dat is nooit fijn als je dat hoort, want... Je gaat er zo vaak door dood. Ik blijf er even staan nu, jongens. Ik wil er eigenlijk weg, maar... Kut, ik ben hier weg. Want ik span hier ergens. Komt er een. Laat hem maar komen. Oké, nu weg hier. Staat er nog één. Oh my god, ik had hem bijna. Oh, ik wou er al de hele tijd weglopen in dat huisje. Ik zat in red. Alleen ik kwam er gewoon niet weg, man. En kijk, ik kon wel gewoon gaan rennen. Ik stond er bovenin en ik stond te lang te stil. Dat had ik zelf ook door. En ik wilde dus weg. Maar wat ik wist, is dat de enemies naast me aan het spannen waren. Dus als ik was weggelopen... Dan was ik sowieso dood gegaan. Sowieso, 100%. Dus ik dacht, ik blijf nog heel even wachten. Dan kill ik die twee enemies die ik weet dat ze er aangekomen. Alleen toen was het al te laat. Toen stond ik er gewoon al te lang. En toen kwamen ze dus met z'n vier aanrennen. Omdat ze wisten dat ik daar stond. En omdat ze simpelweg gewoon payback kwamen halen. Dus dat zijn van die puntjes. Als je weet dat je weg moet, probeer er gewoon zo snel mogelijk weg te gaan. Want anders gebeurt dit dus. En dan komen ze met z'n vier op je afrennen. Dat is een mooie tip voor mensen die de camp rush tactiek toepassen. En nu word ik gewoon in mijn rug gepakt. Even snel het potje afmaken. We hadden een 13 streakje. Of 14, ik weet het eigenlijk al niet meer. Nee, we hadden ook een assist counter skill. Dus die telt natuurlijk ook mee. Voor 1 kill. En jij bent... Dat is nou wel aan het campen. Want die vent stond gewoon stil. En wat ik net aan het doen was, was eigenlijk ook campen. Want ik stond er veel te lang, man. Ik wou er al lang wegrennen. En als je gewoon... Het is heel erg makkelijk. Als je denkt dat je ergens te lang staat. En als je weet dat de enemies weten dat jij ergens staat. Ben er meteen weg. Ren er meteen weg. Ga naar een andere plek doen. Want anders gebeurt dit dus. Maar hoppatee. Potje zit erop. 32-3. Lekker potje gespeeld. Het is een beetje jammer altijd als je crank speelt. En een teamgenoot die had ook 18 kills. Want daardoor gaat het potje natuurlijk heel snel voorbij. Als die vent met de 18 kills niet erin zat. En hij haalde bijvoorbeeld 8 kills of zo. Had ik waarschijnlijk zelf nog 30 kills kunnen droppen. Maar ja, dat is gewoon het punt. Je zit bij random teammates. Je moet de serie solo halen. Ik speel sowieso alleen maar solo. Want ik vind in de party spelen noep. En dan krijg je soort dit van teammates. En dan krijg je ook soms die andere teammates die natuurlijk helemaal niks killen. En dat is ook niet fijn. Want het eerste potje waren teammates die killden niks. Het tweede potje waren teammates die killden juist iets te veel. Dus daar heb je weer een beetje het verschil. Maar alsnog, mochten jullie hebben genoten mensen van aflevering nummer 2 van de Road to Life KEM Strike in de game mode cranked. Wat natuurlijk echt heel erg moeilijk is. Laat dan even een likeje achter. Ik weet niet hoe lang deze serie door gaat lopen. Maar ik probeer natuurlijk de KEM Strike zo snel mogelijk te halen. Maar het is gewoon een kwestie van geluk hebben. Goede enemies, goede teammates die willen... Doen wat jij wil dat ze doen. En dan heb je de campstrike binnen. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. 1500 likes is volgende keer weer. 2 potjes achter elkaar. En tot de volgende keer. Bye bye.